Zo, mensen vanuit Suite Suriname, dit is de nieuwe mall die vanavond officieel wordt geopend. Het is al in gebruik, maar vandaag is de officiële opening. Oeps, met optredens begrijp ik. Maar ik denk, nu het toch nog licht is, laat me even rondlopen en het laten zien. En ja, het ziet er gewoon topje uit, moet ik wel zeggen. En we hebben natuurlijk hier dit weekend de Brazilian Day. Hier heb je een Hard Rock Café. Het is natuurlijk een festival. Maar hier is normaal gewoon een cafeetje waar mensen altijd zitten. Het is hier altijd druk op de vrijdag, zaterdag en zondag natuurlijk. En zie je het ook hoe het eruit ziet bij D. Ik mag zeggen dat het een mooi ding is. Het winkelcentrum zelf ook binnen, de winkels en zo. Dus het zeg maar het aangezicht als je aankomt. Een soort van daar is natuurlijk Mingle. Paramaribo, chuck and cheese, whatever it is. Dus, neem je een stukje mee als we even gaan kijken naar binnen. Dit is dus een driedaagse food festival, een Brazilian food festival. En nu is het vandaag de laatste dag. En vandaag is ook de grand opening, ik heb begrepen, met South Southwest en Psycho. Michael Kors, Kors toch? Ik heb nog redelijk niet het gehoord van die naam. Ik moet zeggen, het ziet er absoluut mooi uit, netjes. DA heb je ook hier. En vandaag is dus de grand opening. En wat ook zo fijn is, is een enorme parkeergelegenheid voor, zowel achter. Dit is aan de Ringweg, Noord, dus. Ah, daar zijn de twee collega's. Hallo. Hoe gaat ie? Ik ben aan huis. Ja, ik denk ik laat even hier zien nog, terwijl het nog licht is. Kom maar aan. Wie is daar? We staan daar. De eerste witte tent, zie je. Okay. Ik ben er zo. Nou, dan ga je dus, dit is nu echt zeg maar het winkelcentrum in. We zeiden, dit is absoluut een internationale mall. Dus doet niet anders dan voor het buitenland. Mag ik even door snel? Thank you. Dan loop ik een stukje naar achteren, waar je dus ook ik ben hier maar één keer geweest, toen we ook een activiteit, dat was december vorig jaar, hadden wij ook achterin een cook-out. Ik ben er ook in mijn schilderen blijkbaar. Oké. Nou, dit is echt twee dagen. Uitgebreid geworden. Ik ga niet te veel reclame maken voor winkels, want niemand betaalt me. Dus ik loop er even snel voorbij. Ik zet die daar ook nog. Wauw, kijk eens mensen.
En dan hier. De toiletten vond ik erg netjes, dus we gaan dat even laten zien. Nou, hier is dus de achterkant. Dat is ook een enorm groot parkeerplek. En hier hebben we dan de toiletten. Helemaal keurig. Keurig, keurig, keurig. Heel mooi. Dit is dus de nieuwe mall. Dit is hier. Dat is een papiertje in. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan niet anders zeggen. Nou, dan ga ik even een andere route pakken. Dus al die tijd dat ik zag alleen maar de voorkant, dus natuurlijk van binnen werd alles gedaan. Dus bijna alle, toen ik hier was vorig jaar, waren bijna alle ruimtes leeg. Dat is mooi om te zien dat er een positieve ontwikkeling. Zeker als je bedenkt dat we zo meteen misschien meer buitenlanders zullen krijgen in verband met werk, oil en gas. Hier zijn de opening. Hoi. Wat gaat de straks hier zijn? Dit is de officiële opening. Oh, oké. Okay. Nice, thank you. Daar kom ik vandaan, dus ik heb weer deze kant. Een beetje Amerikaans idee. In Amerika heb je nog leukere stoelen, echt van die leren foto's om te zitten. Dat is ook wel mooi zo. We zijn nu bij de International Mall Suriname, oftewel IMS. En je ziet het, is prachtig. Keurig, keurig, keurig. Natuurlijk niet zomaar zoveel bedrijven die hier zitten. Dus ik zie voldoende prullenbakken. Het is fijn. Een soort van mode. Ja, dus dat. Prachtig. Je ziet het een heel... laat me het ook laten zien. Je hebt aan de overkant... Let me show you. Even oversteken. Daar wordt heel veel van gebruik gemaakt. Op de zondagavond zie je heel veel jonge mensen daar zitten. Dat is een mooi bord. I love Paramaribo. Kun je daar hele leuke foto's maken. Dat is ook mooi gedaan. Goed geasfalteerd, zoals ik al zei. Voldoende parkeergelegenheid. En daar heb je het bouwdepot in Suriname. En daar heb je dus I Love Paramaribo. Aan de Ringweg Noord. IMS Mall. Even opzoeken. En zie je dus daar I Love Paramaribo. Je kunt zien.
Oké, dan kom je dus daar en dan staat dus het de naam van de mall. Het is even een sightseeing. En het wordt steeds drukker, want 5:30 is de grand opening. En je ziet het hier, staat het International Mall of Suriname. Afgekort IMS. Radio 10! Er is geen plek hoor, meisje. Je gaat helemaal niks vinden daar van parkeren. Dat is leuk, hè? Een beetje water zo. Oh, Ringweg Zuid. Maar het is in Noord, bedoel ik. International Mall Suriname. Zien. Ja, maar deze winkels zijn een beetje dure winkels hoor, sowieso. Moet toch wel. Want daar is de koers gedaald. Gloria. Ja! Zo, met wie schrik je zomaar? Ja, bij hun security hebben zelfs zo'n wagentje. Men heeft aan alles gedacht. Deze. Eigenaars die hebben goed nagedacht hoe ze dit moeten doen. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. En thank you. Er was genoeg parkeerruimte. Ik zag natuurlijk alle hoogwaardigheidsbekleders zullen er ook bij zijn. Ik heb ook een officiële uitnodiging. Maar ik weet niet of ik daarbij wil gaan zitten om naar dingetjes te luisteren. Maar ik ben wel gekleed ervoor. Mocht ik toch nog besluiten te gaan. Ik weet het niet voor je moet betalen. Ik ben nog niet geweest in de winkels. Ik denk sowieso in de cafeetjes gewoon met je SAD. Maar je kunt ook met euro's betalen met... Dallas, dat zal ongetwijfeld. Dit is normaal. Dit is vanwege het festival dat dit is opgezet. Maar dit zijn dus, nogmaals, ik ben aangenaam dat er zoveel prullenbakken zijn. Dat is prettig. En dat is dus... Nou, en dit is wat je als eerste ziet wanneer je langs rijdt, langs deze mall, met deze leuke kleuren. Zo, nou dat was even een kleine tour hier op bij de IMS Mall, International Mall Suriname. En het is een mooi ding. Eerlijk is waar, zo moet je mensen. Oké, dat was het dus. Ik zit volop wel bezig met eten maken. Dat is een mooie uitgangsplek inderdaad. Oké. Dat was het, mensen. Hier met de collega's die van alles doen. Dus ze komen bij zitten. Lekker orchale, komt hij erbij, komt hij erbij. Geprawatra. Geboren weer, dan ga ik van achter. Dus heb ik jullie een blik gegeven over onze IMS Mall. Zo, oké, people. Dit was onze mall. Onze mooie mall. Okay. Ja hoor, graag gedaan. Ja daar. Dit is Suriname. Check maar weer terug. We zijn gewoon allemaal in Suriname. Oké, people.
Later. Ciao, ciao. Vanuit Sweetie Paramaribo. Ah. Oké, dat was zo. Later.